Vrijdagmiddag 11 juni. Wij zijn onderweg naar Reutem-Weerselo. Dit keer niet voor de ABC of het alfabetroute. Dat doen we volgende week weer. We hebben nu een familieweekend. We hebben de kinderen en kleinkinderen bij ons. En we maken er gewoon een heel gezellig weekend van op de familiecamping De Molenhof. Nou, we gaan het weekend meer laten zien van die camping. Dus tot straks. En wie hebben wij bij ons? Wij hebben Brent en Thijssen bij ons in de camper zitten. Zeg maar even hallo jongens. Hallo. Goed zo. Nou, we filmen jullie straks nog wel een keertje hoor. Wij snippen die uit. Camping De Molenhof. Een grote familiecamping. Waarom dat eigenlijk Molenhof heet, dat is eigenlijk niet zo raar. Daar is een prachtig mooie molen. Dit is de entree van de camping. Als je dit weggetje afrijdt, kom je daar dus bij de receptie. Dit is de receptieingang, dus bij binnenkomst ga je hier melden. Hierachter zit het horeca gedeelte, daar laat ik straks iets meer van zien. Dan kom je hier bij het horecaplein, met de, aan de rechterkant de snackbar, die je eten af kunt halen. Allemaal goed geregeld, de kwaliteit is goed. We hebben hier gisteren gegeten. Nou, er was niks op aan te merken, het was gewoon geweldig. Voor de kinderen is hier ook van alles te doen. Daarachter zie je het voetbalveld. Daar kom ik later nog even op terug. Dan heb je hier het zwembad. Dat is dus een openluchtzwembad van te maken. En er is een gesloten zwembad van te maken. Door de kap te schuiven. Hier is de speeltuin. En een bijzondere service is hier een fietspomp. Dat is toch geweldig dat daaraan gedacht is. Hier aan de linkerkant de groepsaccommodaties. Dat zijn hele luxe groepsaccommodaties. Ziet er ook prachtig uit. En een build privacy. Hier rechts een toiletgebouw. Of het toiletgebouw. Zeer luxe. Zeer goed voor elkaar. Schoon en mooi. Caravan van Thomas en daarachter Martijn en Inge zitten in zo'n tentlodge. Allemaal mooi dicht bij elkaar, dus het wordt een gezellig weekend zo. Tentlodge. Tentlodge is een heel luxe verblijf, een tent, ja, wat eigenlijk een beetje lijkt op een bungalow, maar dan gewoon heel luxe. Je ziet hier een bankstel, een tv, een eethoekje. Hele mooie keuken met een grote koelkast, warm water en een gaskookplaat. Hier naar achteren een kast. Een toilet met een wasbak. Ziet er gewoon allemaal heel netjes uit, maar het is en blijft het toch een tent. Hier een slaapkamer met een stapelbed. Hier een ruim tweepersoonsbed. Een bergkast met de Henry in de kast. En twee enkele bedden als derde slaapkamer. Nou, dat ziet er toch netjes uit. Na een middagje lekker relaxen en na wat eten wordt er gevoetbald. De jongens, zowel groot als klein, moeten toch even hun energie kwijt. En ik denk... Ik weet het eigenlijk wel zeker dat die kleine het langer volhouden als die grote jongens. Maar jongens, doe je best. Alle vier. Zo, de rondleiding op de camping zit er dus op. Vandaag is zaterdag. Wij gaan vandaag de tijd besteden aan kindervermaak. Wij gaan dus naar café speeltuin De Moskieft in Reutem. Die speeltuin dat ligt op zo'n 2,8 kilometer vanaf deze camping.
een barbecue in de inbak. Dit weekend zitten we erop. Het was een mooi weekend op deze camping, de Molenhof in Reutem. Wij komen hier vast nog wel eens een keer weer met de hele familie. Het was schitterend, mooi zwembad, mooie horecagelegenheid. Alles was gewoon perfect in orde. Volgende week zal dat zijn, gaan we weer verder met ons ABC alfabet weekend. Dan is de letter D aan de beurt. Waar we naartoe gaan, nou, dat zie je dan volgende week wel. Ik hoop dat je dit leuk vond. Doe dan even een duimpje omhoog. En abonneren is gratis, dat weet je allemaal. Druk dan ook even op het rode knopje. Doe dan gelijk het notificatiebelletje aan. Want dan mis je namelijk geen enkele video meer van ons. Ik zou zeggen, tot de volgende toffe video. Dus doei! Wie trapt hem aan? Wie gaat naar huis?